We staan hier weer bij een onthulling van een bordje van Erfgoed Leidschendam. Dat is een project wat een aantal jaren terug begonnen is. Erfgoed Leidschendam had een gift ontvangen van een tweetal notarissen. Notaris Muller en notaris Hoevenaars. Helaas, de een is op het moment op een lange reis en de ander die staat op het hockeyveld bij zijn kinderen. Daarom konden ze niet aanwezig zijn. We zijn daarmee begonnen met dat bordjesproject. Het doel daarvan is om het culturele erfgoed en de geschiedenis, de plaatselijke geschiedenis, wat dichter bij de mensen te brengen en in de dagelijkse omgeving te brengen. In het begin liep het niet zo snel. Er was een tijd dat er meer Harry Potter films uitkwamen dan dat er bordjes van Erfgoed Leidschendam onthuld werden. Inmiddels is er een nieuwe Harry Potter. Maar wij zijn Harry Potter hebben we ingehaald, want wij zijn al bij het 11e bordje. Harry Potter zit er maar bij zijn 7e film. Dat worden er 8, denk ik. En dat wordt de laatste, maar wij gaan door. Die bordjes die staan dus op plekken waar mensen ze kunnen zien. En dan denk ik, als we het over zulke plekken hebben, dat deze plek hier op het raadhuis, dat dit een prima plek is. Omdat we hier de gigantische hoeveelheden trouwstoeten met alle volgelingen daaromheen. Die komen hier, die passeren hier natuurlijk allemaal. Die moeten hier allemaal even staan wachten voordat ze naar binnen mogen. Dus die kunnen hier prima even dat bordje gaan lezen. Dat ontspant ook een beetje. Dus daarom leek het ons hier een prima plek. Nou, de gemeente, burgemeester en wethouders die vonden dat ook. Vandaar dat we hier vandaag een bordje gaan onthullen. En ik zou graag het woord willen geven aan burgemeester van der Sluis. Dank u wel. Ja, het is denk ik goed om gebouwen met een historische betekenis, om die ook als zodanig kenbaar te maken. Dan zijn ze dat natuurlijk door hun uitstraling, maar voor heel veel mensen is het ook interessant om iets naders te weten over de functie en de historie van dat gebouw. Nou, dit is het raadhuis en dat is natuurlijk voor een burgemeester altijd een heel belangrijk gebouw. Maar wethouder Meidam gaat over de monumenten in onze gemeente en om die reden vonden wij het ook passend dat zij hier vanochtend mede de onthulling zou verzorgen. Dus we zijn hier met z'n tweeën. U krijgt twee collegeleden voor één geld. Dat is, gebeurt niet zo vaak, kan ik u zeggen. Maar dat doen wij dan vandaag toch maar om deze reden. U weet, rond het raadhuis speelt op dit moment allerlei belangrijke discussies. Het college van BNW heeft, ik zeg dat met name, principebesluit genomen om de gemeentelijke organisatie plus het bestuur ook hier te laten. Dus dat zou betekenen als de gemeenteraad straks die voorkeur volgt, dat het gemeentebestuur ook hier geconcentreerd blijft. Daar zullen overigens nog wel een aantal voorwaarden voor vervuld moeten worden. En ik denk dat we daar nog wel even een tijdje met elkaar over in discussie zijn. Maar goed, er is weer een belangrijke stap in dat proces gezet. Voor mij speelt er ook nog iets heel persoonlijks met dit raadhuis. De architect ervan, Kropholler, was namelijk een goede vriend van mijn grootvader. Dat was een tijdgenoot, ook een vakgenoot. Weliswaar was mijn grootvader meer een binnenhuisarchitect en een stoffig ontwerper. Het bijzondere was dat ze een tijd lang behoorlijk bevriend waren, terwijl het volstrekt tegenstrijdige persoonlijkheden waren. Dus mijn grootvader meer een aanhanger van buitenlandse stromingen in de architectuur als de Jugendstil en Bauhaus. Kropholler was een zeer traditioneel architect, een beetje wars van invloeden van buitenaf, ook een autoritaire man. Terwijl mijn grootvader alles wat autoriteit was zeer wantrouwde. Dat is ook wel, denk ik, ik weet niet of hij het zo aardig vond dat zijn kleinzoon burgemeester geworden was. Maar het is toch een verpersoonlijking van het autoriteitendom. Maar desalniettemin zijn ze een tijd lang bevriend geweest. Dit is niet het enige raadhuis wat Kropholler ontworpen heeft. In Noordwijkerhout staat ook een voorbeeld. En in Waalwijk staat ook een typisch Kropholler raadhuis. Het raadhuis van Kropholler kun je ook direct herkennen. Het zijn gemeentehuizen, ze stralen dat ook uit. En ze hebben een zekere gestrengheid die je terugvindt in de bouwstijl. Zowel buiten als binnen. En ze hebben ook wel een zekere, laat ik zeggen, relatie met wat ik dan maar noemen zou gemakshalve kastelenbouw, want dat vind je daar eigenlijk ook wel in terug. En dat vind je ook terug in andere bouwwerken van Kropholler. En de mooiste hier in de omgeving is in ieder geval de Sint-Paschaliskerk en de Wassenaarseweg in Den Haag, die ook van zijn hand is. Dat is een buurt waar ik ben opgegroeid, dus ik heb van jongs af aan wel iets daarvan meegekregen.
Bijzonder was dat Kropholle overigens, zoals niet al zijn collega's, ook zorgde voor de interieur. Dus stoelen en dat soort zaken werden ook door hem ontworpen. En ik denk dat het heel fijn is dat wij het groot deel van het meubilair, wat althans nu in de trouwzaal staat hierboven, dat we dat weer terug hebben gekregen. En dat het dus een onvervreemdbaar onderdeel vormt van dit pand. Ik denk dat het goed is dat mensen, er staan inderdaad wel eens mensen te wachten op een huwelijk. Ik denk dat bruidsparen weinig oog zullen hebben voor het bordje als hiervan. Die zijn met iets anders bezig. Maar de wachtenden kunnen zich inderdaad even oriënteren op naar de historie van dit markante gebouw. Want het is en blijft een markant gebouw. Zeker het centrale deel, want dat is eigenlijk het monumentale deel. Ik zag laatst nog eens een foto uit 1945, waar alleen maar dit ding er staat. Dan is het toch heel anders dan zoals je het nu ziet. Maar het is een niet mis te verstaan raadhuis. En het ligt hier prachtig. En tegen die achtergrond is ook een van de overwegingen geweest voor het college om te zeggen van alles afwegende, en daar zijn heel veel andere argumenten ook bij betrokken geweest, is het goed om dit als raadhuis te blijven gebruiken. Nou, dan is het ook goed om de historie daarvan ook op te geven, kenbaar te maken. En ik denk dat Erfgoed Leidschendam een hele goede, heel goed project hiermee in handen heeft. Om, laat ik zeggen, belangwekkende gebouwen in deze stad ook op deze manier voor het publiek, ik zou haast zeggen, van buiten te ontsluiten. En dat lijkt me een mooie opgang om nu, dan zal ik het touwtje vasthouden, mag Helene knippen. Ja, dat lijkt me mooi op deze. Ja, dankjewel. Helene, knip je vingers.